Welkom iedereen bij deze parallelsessie over sturing geven aan transities via een interbestuurlijke en gebiedsgerichte aanpak. Ik ben Emiel Evenaars, onderzoeker ruimtelijke economie bij het PBL en betrokken bij het onderzoeksprogramma Regio Deels voor Brede Welvaart, dat ook deels gaat over interbestuurlijke samenwerking. Sturing geven aan transities is uiteraard lastig vanwege de aard van transitievraagstukken. Dus het gaat om veelomvattende veranderingen over een lange tijdsperiode. Deze veranderingen moeten plaatsvinden op meerdere terreinen tegelijkertijd. En er zijn veel onduidelijkheden en onzekerheden, ook omdat er vaak veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Ga maar eens aanstaan. En het doel van deze sessie is om tot een aantal lessen te komen op dit punt, op basis van ervaringen die zijn opgedaan in twee interbestuurlijke programma's die allebei draaien om een transitievraagstuk. Dus in deze sessie hebben we vertegenwoordigers vanuit twee programma's. Enerzijds dus vanuit het programma Aardgasvrije Wijken, waarbij verduurzaming van de gebouwde omgeving centraal staat. En specifiek de warmtetransitie. Dus we hebben Priska Meesters in deze sessie, coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en coördinator monitoring van het programma. En Maarten van Schie, onderzoeker ruimtelijk proces en modellering bij het PBL en betrokken bij het onderzoek dat PBL uitvoert naar het programma Aardgasvrije Wijken op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En anderzijds twee vertegenwoordigers vanuit het interbestuurlijk programma Vitaal Platteland, dat in maart dit jaar formeel is afgerond. Binnen dit programma ging het om het aanpakken van een aantal belangrijke opgaven die spelen in plattelandsgebieden. Rond bijvoorbeeld voedselproductie, stikstof, biodiversiteit, water, leefbaarheid. Allemaal zaken die frequent in het nieuws zijn. En vanuit dit programma doet Karel Nobbe mee aan deze sessie. Strategisch adviseur bij Waterschap Aar en Maas. En bij de Unie van Waterschappen. En vanuit beide rollen was hij betrokken bij IBP Vitaal Platteland. Specifiek bij de uitwerking van de aanpak voor het gebied Zuidoostelijke Zandgronden in Noord-Brabant. Limburg. En hetzelfde gebied heeft onlangs de status gekregen van Novi-gebied. En Karel treedt nu op als kwartiermaker van dit Novi-gebied, de PEL. Ook is Hiddo Huitzing aangeschoven. Die zal u zo ook zien. Onderzoek integrale beleidsanalyse bij het PBL. En projectleider van de leerende evaluatie die wij hebben uitgevoerd van het IBP Vitaal Platteland. En tenslotte zal u Petra van der Kooi op uw scherm zien. Ook onderzoeker bij het PBL en betrokken bij het onderzoek naar het programma Aardgasvrije Wijken. En zij zal de chat in de gaten houden en af en toe punten uit de chat inbrengen in de discussie. De bedoeling is dus om een aantal lessen te trekken over sturing geven aan transities aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan in die twee programma's. En de opzet van de sessie is als volgt. Ik zal zo eerst nog even kort iets zeggen over de theorie. En daarna op basis daarvan een stelling poneren. Daarna zullen Priska, Karel, Maarten en Hiddo een eerste reactie geven op deze stelling. En na deze eerste ronde langs de panelleden zullen we op een aantal punten wat dieper ingaan. En ik wil ook graag genoeg tijd overhouden om punten uit de chat in te brengen in de discussie. Er hebben zich 160 mensen ingeschreven voor deze deelsessie. Dus ik denk niet dat die er allemaal zijn, maar ik verwacht wel een levende chat. Dus Peter houdt de chat in de gaten en zal er wat punten uitpakken. Om 3:45 strikt moeten we terug zijn naar in de plenaire sessie. En dan zal ik ook enkele interessante inzichten uit deze sessie terugrapporteren aan het plenaire panel. Een stukje theorie. De belangrijkste twee uitdagingen bij het sturing geven aan transities bij een interbestuurlijke en gebiedsgerichte aanpak zijn die balans tussen enerzijds doelgerichtheid, voortgang en anderzijds flexibiliteit, zoeken, aftasten. En het schakelen tussen die twee bestuurlijke schaalniveaus. Dus, en op een manier waarop de aanpak van de transitieopgave vooruit heeft. De volgende slide graag. En in de theorie is de rolverdeling tussen Rijk en regio vrij helder. In de theorie, dat contrasteert wellicht met de praktijk, daar zullen we het zo over hebben.
Maar de theorie zegt, nou, Rijk zet de grote lijnen uit, werkt aan het creëren van de juiste voorwaarden, zorgt dat, dat ervaringen die worden opgedaan in de regio's worden meegenomen in het beleid. En in die regio krijgt de transitie vervolgens concreet vorm. En de overkoepelende visie vanuit het Rijk wordt daar dus vertaald in de specifieke opgave voor het gebied. En daar vinden allerlei innovaties, experimenten, pilots, field labs plaats om te zien wat nou het beste werkt. Nou, de theorie legt dus veel nadruk op het richtinggeven aan transities. En om ook, ook al dat, dat aftasten, zoeken, leren, bijsturen, wat allemaal onderdeel van de transitie. Om dat ook op, tot op zekere hoogte te structureren. Nou, dan komen we bij de stelling. Die op de volgende slide staat. Voor de aanpak van transitieopgaven moeten Rijk en regio een richtinggevende visie formuleren die niet vrijblijvend is. Zo nodig ook dwingend optreden. Nou, deze, dit is een aftrap. Dus ik ben benieuwd wat onze panelleden hiervan van vinden. En we beginnen bij, bij Priska. Eerst, en vervolgens zal Karel ook zijn visie geven. Dankjewel, Emiel. En ten eerste hartstikke leuk dat ik uitgenodigd ben om vanuit het programma Uitgaat Vrijwijk hier een bijdrage aan te leveren. En ik vind het ook met name even terugkomend op de titel van deze sessie, sturing geven aan transities via gebiedsgerichte interbestuurlijke aanpak. Daar wil ik allereerst even op reflecteren, want sturen vind ik eigenlijk in een transitieopgave wel een beetje een dubieus woord. We sturen natuurlijk wel, maar we sturen ook heel veel niet. Want dat is nou juist waar we met z'n allen mee bezig zijn. En sturen suggereert ook dat je weet waar je naartoe gaat. En eigenlijk, om maar even een soort van metafoor te gebruiken, zijn we op dit moment nog een beetje aan het varen in de mist. En als je aan het varen bent in de mist, dan zet je je zintuigen op scherp. Je bent voorzichtig. Maar je probeert wel koers te houden en vooral ook door te gaan en niet te stoppen op het moment dat je denkt van moet ik nou linksaf of rechtsaf. Dus je zal niet altijd de meest korte route en ook niet direct de juiste route nemen. Maar je moet niet bang zijn om af en toe eens misschien een verkeerde afslag te nemen en dan vervolgens weer daarop bij te sturen, te reageren en acteren. Dat wilde ik even vooraf meegeven aan de titel. Dat kan ik gelijk ook weer verbinden aan hoe wij binnen het programma Aardgasvrije Wijken mee bezig zijn. Wij hebben in 2018 eigenlijk een vrij open opdracht gegeven om van start te gaan met een hoop geld. En zorgen dat er wat gaat gebeuren in de gebouwde omgeving via de opdracht die gericht was om leren om een inrichting te geven aan hoe de wijkgerichte aanpak om tot aardgasvrije wijken te komen kan worden ingericht en opgeschaald. We hebben toen een redelijk vliegende start moeten maken. En eigenlijk lopend het programma zijn we veel meer, hebben we onze koers weten te vinden. En juist ook omdat wij een leerprogramma zijn en we leren door te doen, en dat doen we vooral via proeftuinen, zijn we aldoende informatie en lessen en leerervaringen op aan te halen. En dat is dus eigenlijk ook de basis van ons hele programma. We organiseren dat gemeenten zelf gaan leren, maar ook dat gemeenten onderling leren. We willen mogelijk maken dat als ze tegen knelpunten of barrières aanlopen, dat ze die bij ons kunnen neerleggen. En dat wij dan deze kunnen vervolgens agenderen op de juiste tafel en waar mogelijk ook helpen om te komen tot een oplossing daarvan. Echter, wij zijn echt een leerprogramma en wij zijn dus ook niet beleidsmatig verantwoordelijk voor het realiseren van het oplossen van het knelpunt. We kunnen daar wel een bijdrage aan leveren. Daarnaast wil ik eigenlijk ook nog even reflecteren op een van de belangrijke doelen van ons programma. En dat is te komen via leren tot opschalen. We moeten dus leren hoe een en ander werkt. En dat vertalen dan weer naar van ja, kunnen we dit
vertalen naar ja, templates, frames, whatever, om tot opschaling te komen. Maar vervolgens kijk je ook weer van die opschaling terug naar ja, wat moeten we nou eigenlijk leren? En dat maakt het hele proces wel vrij complex. En het kost allemaal tijd. En dat is ook iets wat denk ik heel belangrijk is in een transitieproces. Je hebt tijd nodig om te leren. Ik ben dan zelf binnen het programma verantwoordelijk voor het monitoren. Nou, via het monitoren halen we alle lessen, signalen en leerervaringen op in de proeftuinen. Vervolgens brengen we die in eigenlijk via één poot van ons programma naast de proeftuin, dat is dan het beleidsspoor, zodat die knelpunten ook geagendeerd worden en mogelijk tot een oplossing gebracht gaan worden. En dat zie ik eigenlijk een beetje ook als stap tussen het leren, het monitoren en vervolgens komen tot opschaling. En hoe die opschaling er dan vervolgens uitziet, ja, dat is nog even lastiger. Dat leren hebben we echt wel in het programma nu goed georganiseerd. Maar de volgende stap tot opschalen is nog best wel een lastige. Dat is even mijn eerste reflectie. En ik denk dat ik straks al praten nog wel met wat andere dingen binnen ons programma als voorbeeld kan gebruiken. Ja, hartelijk dank, Priska. Ja, mooi dat je ook nog eventjes terug, ja, korte kritische noten kraakt bij de titel. Karel, jouw eerste reactie op de stelling en misschien ook op het verhaal van Priska. Ja, dat is wel heel herkenbaar, met name het woord zoektocht. Dat vind ik, ja, dat is heel duidelijk ook gaande in de overgebieden PIL. We zijn eigenlijk met z'n allen op zoek naar hoe pak je nou die grote maatschappelijke problemen aan. En niemand weet het precies. Iedereen kijkt naar elkaar en leert van elkaar en doet dingen met elkaar. En ja, Novi de Pil is juist ook om daar wat meer richting aan te gaan geven en wat snelheid aan te gaan geven. Die snelheid is gewoon nodig. Er zijn gewoon echt grote maatschappelijke opgaven te doen in de pil. Ja, die echt te maken hebben met gezondheid, met waterkwaliteit, met de stikstofdeken, nou, de problemen die jullie allemaal wel kennen. Maar ja, de samenhang daartussen en de gezamenlijke aanpak daarvan, ja, dat is nog helemaal niet zo duidelijk hoe je dat dan moet gaan doen. Jullie noemen een visie maken voor het gebied. Ja, is dat nou de oplossing? Ik denk dat dat kan helpen als een soort startpunt om als overheden gezamenlijk in gesprek te raken over ja, wat nou urgenties zijn, wat opgaven zijn binnen het gebied. Maar het is lang niet voldoende. Ik noem het niet voor niks startpunt. Ik denk dat er gewoon veel meer zou moeten gebeuren dan alleen maar een visie. Die visie die hebben wij ook in de PIL. Hè. PIL ligt trouwens op de grens van Brabant en Limburg. Hoog en droog, arme zandgronden. Ja, daar ontstaan die problemen natuurlijk ook door. Het is natuurlijk een gebied wat bijna met de hand is ontginnen door alle pioniers van de PIL. Waar een economisch zeer welvarend landbouwgebied is ontstaan. Met ja, de meeste koeien, varkens, kippen van Nederland, denk ik, bij elkaar. En ook van Europa en de wereld daarmee. Heelal ook dan, hè? Want dat moet ik ook altijd zeggen. Ja, en dat bepaalt ook gewoon de problemen die zich voordoen. Het gaat economisch natuurlijk best goed met een aantal regio's binnen de PIL. Maar je ziet gewoon ook die problemen ontstaan waar eigenlijk geen oplossingen voor zijn. Dus die balans is er toch wel behoorlijk uit. En ja, om die balans terug te brengen is een visie eigenlijk onvoldoende. Ik denk dat we. Ja, daardoor om inderdaad wat meer snelheid en richting te gaan maken, zul je binnen de PIL het nodige moeten gaan doen. Maar ook tussen PIL en regio en Rijk het nodige moeten gaan doen. En als je dan kijkt naar binnen de PIL, ja, tot nu toe is het wel heel erg een overheidsfeestje. In het bestuurlijke programma Vitaal Platteland, maar ook de Novi-aanpak, zaten veel overheden aan tafel. En nog geen maatschappelijke organisaties, geen economische netwerken, geen financiële instellingen. En ja, het is onmogelijk, denk ik, om alle problemen op te lossen zonder die partijen. Dus dat is denk ik de eerste stap die je ook zonder visie goed kunt doen. Laten aanhaken van al die partijen. Andere
ding binnen de pil is dat alle trajecten die daar lopen, we hebben geïnventariseerd. Er lopen meer dan 150 trajecten binnen de pil. Die haken aan de transities met overlap, met ja, hier en daar ook dubbeling. En als regiopil zullen we die toch meer bij elkaar moeten brengen. Nou, dat is denk ik ook een van de opgaven van Novi de Pil, om dat meer voor elkaar te gaan krijgen. Dus niet die dingen gaan overnemen, maar wel met interventies zorgen dat die trajecten meer bij elkaar komen. Nou, dat is zeg maar binnen de pil. Ik denk dat ook tussen Rijk en de pil, dat daar ook een aantal dingen nog moeten gebeuren. Wat je gewoon merkt is dat, merkt het dus straks al bij de presentatie van Hans Momma's, die dan doet alsof vanuit Den Haag je iets kunt uitstorten over de regio en dat de regio dat dan moet gaan doen. Nou, ik geloof daar eerlijk gezegd niet zo in. Dus taal, tempo, focus van Rijk en regio, die verschillen nogal. Taal bij het Rijk is heel erg gericht op ja, het invullen van moties, internationale verplichtingen, concepten. Terwijl als je kijkt naar de lokale partners, gaat het veel meer om, ja, hoe zorg ik nou dat ik mijn hoofd boven water hou? Hoe zorg ik dat er voldoende uitvoeringskracht is om de dingen te doen die we moeten doen? Hoe zorg ik dat de boer die bij de wethouder aan tafel staat en moet stoppen met zijn bedrijf een toekomst heeft? Hoe zorg ik dat de mensen in de streek wonen? En, ja, taal, tempo en focus zijn daardoor best wel verschillend. Ik denk met IPD Vitaal als land, ja, dat we al die twee cirkels, lokaal en landelijk, wat meer bij elkaar hebben gebracht. Maar er moet nog veel, veel meer gebeuren, denk ik. Tweede punt is ook echt de rijksbetrokkenheid is superbelangrijk. Het Rijk zegt we gaan meerjarig een samenwerking aan met de regio, met de pil. Maar ja, in het programma Vitaal Band hebben we dat nu gezien. Dat is heel goed gelukt, denk ik, met veel voorbeeldprojecten. We hebben de Novi hebben we nou opgestart. Maar echte rijksbetrokkenheid zien we nog niet echt. Ik denk dat dat ook echt nog moet komen in de vorm van ja, toch ook rijksmensen die in de regio meewerken. Misschien ook meer geld om dat te gaan doen. Want gemeenten, ook waterschappen, lokale partijen. Ja, die merken gewoon dat het heel lastig is om alle trajecten die over de regio worden uitgezocht, om die allemaal te kunnen behappen. Dus dat is al meer, en dat is eigenlijk ook het derde punt, dat het Rijk ook meer samenhang creëert in hoe ze de regio gaat benaderen. Het is prima dat er kaders worden gesteld, dat er regie plaatsvindt, maar zorg ook dat in samenhang gebeurt, dat er een integrale aanpak vanuit het Rijk plaatsvindt. Nou, dat zijn de dingen waarvan ik denk dat naast mijn visie nog meer zou moeten gebeuren. En ik denk dat Novi de Pil daar een instrument voor kan zijn, maar niet het enige instrument. Ja, nou, dankjewel, Karel. Ja. Oké, duidelijk verhaal ook. Ja, dan komen we bij de twee PBL'ers uit die ook betrokken zijn bij onderzoek in beide programma's. Dus ik wou eerst Maarten de gelegenheid geven om een korte reflectie te geven. Dan zal ik dat ook zeker doen. En fijn ook, dank jullie wel voor iedereen die hier aanwezig is. Hans Momma's die begon eigenlijk al in de plenaire deel over dat een van de bevindingen van ons onderzoek, het eerste onderzoeksdeel, want we zijn nu bezig met het tweede deel, was dat er dus ook behoefte is aan een samenhangend verhaal. Maar er zit natuurlijk wel gelijk een spanning in. Dat komt ook uit onze gesprekken met mensen die dan in die aardgasvrije bezig zijn. Sorry, het begint hier nu net te regenen. Ik hoop jullie er niet zoveel last van hebben. En dat is dat er enerzijds vanuit de mensen die in de uitvoering zitten en die bijvoorbeeld projectleiders van die aardgasvrije die spreken met inwoners, die hebben natuurlijk wel behoefte om uit te kunnen leggen waarom ze dit doen. Want hoe duidelijker dat verhaal is, hoe makkelijker je mensen daarin meekrijgt. En daarvoor is zo'n gedeeld verhaal belangrijk. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die aangeven, ja, het verhaal dat er ligt, want er is wel degelijk een verhaal wat in het klimaatakkoord is vastgesteld, is op sommige vlakken, wordt door sommige mensen als te nauw ervaren. En dan gaat het om specifiek de focus op aardgasvrij. Dus dan krijgen mensen die betrokken zijn bij die aardgasvrije wijken terug,
waarom moet het nou specifiek over aardgasvrij gaan? En waarom is CO2-reductie, waar het klimaatakkoord eigenlijk over gaat, niet voldoende? En daarmee zie je dus ook dat over zo'n richtinggevende visie wel daadwerkelijk discussie plaats moet vinden. En die discussie die kan natuurlijk voor een deel plaatsvinden in die proeftuinen, maar die moet ook maatschappelijk zijn. En wat je nu denk ik toch ook deels ziet, is, kijk, ze kunnen bij het programma Aardgasvrije Wijken wel een visie opstellen, maar uiteindelijk gaat het er ook om wat de politiek vindt. En de Tweede Kamer, die heeft bijvoorbeeld kamervragen gesteld bij wat er in Utrecht is gebeurd, waar het idee was dat er voor in ieder geval koken op gas, geloof ik, dat een meerderheid van de wijk die mee wilde gaan voldoende was. Nou ja, daar zijn kamervragen over gesteld en dat is heel sterk gepolitiseerd. En daardoor is daar ook de rem op gekomen. En recent is de derde tranche van aardgasvrije wijken, de toekenning daarvan, is ook vertraagd. Omdat de Tweede Kamer zegt, laten we eerst onderzoek uitvoeren of afronden naar de bewonerstevredenheid. Dus zo'n gedeeld verhaal is noodzakelijk, is belangrijk. Maar je kunt tegelijkertijd ook niet helemaal opleggen. Daar moet ook een gesprek over plaatsvinden. Dus om er nog een metafoor in te gooien. Ik moet denken aan Icarus die wilde vliegen. En misschien dat je hier met zo'n opschaling ook tot vliegen wilt komen. En als je te dicht bij de zon komt, dan stort je neer. Dan heb je het zeg maar te hard van tevoren vastgelegd. En als je te dicht bij het oppervlak blijft en je formuleert niet genoeg, dan stort je in de zee. Dus dat is een opgave op zichzelf misschien wel. Ten slotte, nou ja, we zien dus ook dat er verschillende perspectieven zijn op die warmtetransitie. We zijn nu ook bezig in een tweede onderzoeksfase om te kijken van, nou ja, kunnen we nou die verschillende perspectieven uitlichten? Ik denk dat het daar nu eventjes bij laat, maar daar kan ik zeker nog meer over vertellen als we daar tijd en ruimte voor hebben. Ja, dankjewel Maarten. Ja. Hiddo, heb jij ook reflecties die daarop aansluiten of niet? Ja, nou, dankjewel Emiel en bedankt voor de eerdere sprekers ook. Ja, om daarop verder te gaan, dat samenhangende verhaal is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van het geheel. In het IBP Vitaal Platteland is heel erg gekeken vanuit bottom-up. Vanuit de gebieden moest het komen. Maar tegelijkertijd zagen wij daar dat het dan wel ontbrak aan een gedeelde richting en aan het optellen van de opgaven die op het land als geheel afkomen. En dat daar toch ook wat aan moest gebeuren. Dus je zult dat verhaal gezamenlijk moeten ontwikkelen in wisselwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Dat zijn aan de ene kant de overheden, de verschillende departementen. En aan de andere kant natuurlijk ook de maatschappij. Dus het is aan de ene kant een verhaal waar overheden bij betrokken zijn. Aan de andere kant ook een verhaal waar de politiek een rol in heeft, om toch ook echt die keuzes wat te articuleren. Maar wat je dan ook ziet, is dat die verschillende partijen wel moeten proberen om wat nader tot elkaar te komen en gezamenlijk ook die opgave aan te gaan pakken. Bij het IBP Vitaal Platteland zagen we ook heel erg dat die 150 trajecten, waar Karel het net ook over had, in Novi-gebied De Peel, die kwamen ook van een deel van verschillende departementen. En die allemaal hadden allemaal hun eigen integrale programma's vanuit hun eigen sectorale insteek. BZK vanuit de ene hoek, LNV vanuit de volgende hoek, INW kwam weer vanuit een derde hoek. En die interdepartementale afstemming, die bleek nog steeds minimaal. Dus daar is heel veel werk te verrichten. Dus dat is één ding, interdepartementale afstemming. En toch een wisselwerking tussen regio en Rijk. En een wisselwerking tussen overheid en maatschappij, die eerder ook al genoemd is. En ik denk dat we daaraan zouden moeten werken, willen we daar hier stappen in maken. Ja, ja, dankjewel Hiddo. Ja, wat ik proef in ieder geval, maar we maken zo nog eventjes een rondje en dan mag je daar commentaar op leveren, maar is dat een visie wel een noodzakelijke voorwaarde is. En dat het gaat om een balans tussen stip aan de horizon, iets ergens naartoe werken, maar nog niet maar wel flexibiliteit behouden en nog niet te veel
Zeker nog niet te veel opleggen. Het kan ook deze fase zijn. Ik ben wel benieuwd naar jullie mening. Het punt wat ik vooral aan jullie wil vragen is, welke rol speelt die gebiedsgerichte aanpak, die wijkgerichte aanpak precies? Is dat nou meer een implementatievraagstuk? Zo zou je dat misschien kunnen zien. Gaat het er nou om dat er maatwerk nodig is in al die regio's en wijken? Of is het meer iets... leer je die opgave, dat vraagstuk nou echt daadwerkelijk goed kennen wanneer je die regio's en die wijken ingaat? En is het dus eigenlijk de basis van je beleid? En moet je daar eerst gaan kijken voordat je überhaupt beleid kan formuleren? Priska. Ik herken natuurlijk heel veel vanuit ons programma Aardgasvrije Wijken. Want er is over het algemeen niet zo eens meer de vraag over het wat, maar hoe ga je dingen realiseren. En dat zie je met name in gesprekken die je natuurlijk met bewoners gaat hebben. Dat soort dingen zijn vaak heel lastig. Wat je dus vraagt in zo'n proces is dat je adaptief moet zijn en ook durft bij te stellen op het moment dat je tegen dingen aanloopt die je misschien dus van tevoren niet had gezien. Of die gewoon om een, ja, het zal niet een drastische koerswijzig zijn, maar bij ieder geval wel bijstellen bij wat je op dat moment voor ogen hebt. Want elke fase, en dat zien wij heel duidelijk ook bij de proeftuinen, vraagt aan een andere manier van werken. Dat vraagt om andere manier van het proces organiseren. Dus inderdaad wat je zegt, er is veel maatwerk nodig. En daar ontkom je niet aan. Alleen is dan de vraag van ja, hoe ga je dus die lessen die je ophaalt. Dus eigenlijk ook van ga eens kijken naar hoe die lokale partijen met elkaar bezig zijn. Hoe ze met elkaar in gesprek zijn. En wat kunnen we daaruit halen om dat weer op te gaan schalen naar ja, regionaal CQ landelijk niveau. Wat wij ook wel merken is dat het verbinden van opgaven aan elkaar een meerwaarde creëert. Je kan het hebben over de term waardecreatie, waardoor je natuurlijk het fysiek, sociaal-economische domein ook koppelt aan het aardgasvrij maken. Ik denk dat logisch is. Omdat je gaat kijken wat er in de wijk speelt en daarbij aansluit. Alleen het maakt je proces heel complex. Want je hebt met veel qua inhoud moet je afstemmen. En je moet qua processen veel meer met elkaar afstemmen. Je krijgt met ook veel meer partijen te maken. Dus dat vraagt flexibiliteit, adaptiviteit, open voor bijstelling. Dus ik denk dat ook een belangrijk onderdeel van het hele verhaal is, om die combinatie wel te doen, maar dat vraagt nogal wel wat. Dus ik ben ook groot voorstander van om eens te kijken naar de verschillende transitie-intermediairs die we in de verschillende proeftuinen hebben. De verschillende contacten die er zijn vanuit die proeftuinen met hun omgeving, wat kunnen we daarvan leren? Ja, dankjewel Priska. Die term maatwerk is heel belangrijk bij het programma Aardgasvrije Wijken. Is dat ook zo bij IBP Vitaal Platteland, Karel? Ken je dat? Ik denk dat dat wel dat is herkenbaar, want ik sloot net af met dat we ook wel graag kaders willen vanuit het Rijk. Maar tegelijkertijd willen we ook beleidsruimte om toch nog te kunnen schuiven in de pil. Want er zijn natuurlijk super grote opgaven in de pil met die veedichtheid, die levert grote problemen op. Tegelijkertijd heb je aan de randen van de pil een groot aantal natuurgebieden. Ja, moet je nou dat hele gebied op dezelfde manier behandelen? Volgens mij wordt dat wel ook wel een van de vragen. Moet je misschien wel andere normen en omgevingswaarden stellen voor dat zeer intensieve gebied waar
die ook binnen de pil aanwezig is. Ik weet dat er internationale regels zijn waar je aan moet houden. Kaderrichtlijn water, Natura 2000. Maar ja, misschien is het toch wel goed om te zoeken naar van hoe kunnen we daar nou toch voldoende beleidsruimte houden. Zodat je ook een toekomst kunt creëren voor de boer in dat gebied. Die kan er best anders uitzien dan nu. Maar je hebt wel dat maatwerk en die flexibiliteit heb je volgens mij heel hard nodig. Dat gaat niet alleen vanuit de regio. Ik denk juist de samenwerking tussen Rijk en regio, waar we inderdaad mee hebben geoefend, hè, met in het programma Vitaal Platteland. En waar we nu nog meer mee oefenen met Novi, waardoor je ook ziet dat er een verbreding plaatsvindt richting ruimtelijke aspecten van de samenwerking. En ook richting andere thema's, wonen, recreatie, noem maar op. Zie je dat, ja, dat je een aantal van die grote complexe opgaven als regio niet alleen kunt oplossen. Dat je daar echt ook dat samen met het Rijk moet doen. Dus, en dan is het ook niet het Rijk versus de regio, maar Rijk als onderdeel van de regio. Dus Rijk, kom naar de regio en laten we samen die complexe problemen oppakken. Om te zorgen dat we over 10, 15 of 20 jaar een schonere, gezondere en leefbaarder pil hebben in Limburg en Brabant. Ja. Zal ik een korte reactie uit de chat geven? Ja, graag. Ja, dat lijkt sluit hier mooi bij aan. Ja. Allereerst zal ik even een update geven over wat er uit de stelling komt. 76% is het eens met de stelling dat de Rijk als regio een richtinggevende visie moeten formuleren. En 24% is het oneens. En verder is het gesprek in de chat loopt ook redelijk overeen met wat jullie zeggen. Het begon heel erg met van ja, maar wat moeten we nou eigenlijk delen? Is dat het doel of is dat de gedeelde visie? Of is het iets dat inspirerend moet zijn, een inspirerende visie? Nou, vanuit daar kwamen we al langzaam aan op hoe gaan we dan samenwerken? En hoe ga je, en dat sluit ook mooi aan bij het maatwerk dat geleverd moet worden. Hoe kan je enerzijds die sturing geven, maar wel voldoende ruimte houden om vanuit de praktijk lessen mee te nemen in dit sturingsvraagstuk. En toen werd de vraag ook opgeroepen, is sturing dan eigenlijk nog wel de juiste term? En als het niet sturing is, hoe gaan we dan samen iets creëren, samenwerken, zodat we samen sturen? En ik denk dat dat wel een mooie vraag is voor jullie om antwoord op te geven hoe je dat dan doet, samen sturen. Ja, nou ja, mooie vraag om door te spelen aan Maarten en of Hiddo. Ik weet niet of een van jullie wil reageren. Is sturing nog de juiste term? En hebben we een betere term? Of is het, ik weet niet of Hiddo. Ga maar. Ga je gang, Maarten. Oh ja, het is natuurlijk een hete aardappel om die vraag te stellen van hoe gaan we samen sturen. Er is dus al 20 jaar of langer uitgebreide wetenschappelijke discussie over die term governance en wat moet je daar nou mee als overheid, onder andere. En hoe stuur je daar überhaupt? Want het punt is natuurlijk, iedereen die heeft een puzzelstukje in handen en iedereen die heeft een rol. Dus het is een beetje een soort van schuifelwerk van jij doet een stapje en dan doe ik weer een stapje en dan doet de volgende weer een stapje. Een soort van hele complexe dans met soms wel 20 tot 100 verschillende partijen, waarin je samen probeert om ondertussen niet, ik weet niet, in zee te storten of te verdrinken, de boot te doen omslaan. Maar dat is natuurlijk ook wel de kern van hoe bijvoorbeeld met opgavegericht werken daar handen en voeten aan wordt geprobeerd te geven. En ik denk wel dat het probleem opknippen in we gaan dit niet nationaal doen, maar in regio's maakt het ietsje behapbaarder. Want dan zit je in ieder geval niet met alle partijen die landelijk iets zouden kunnen zeggen over een bepaalde opgave aan tafel. Maar op een kleinere schaal met minder mensen die elkaar het liefst zelfs ook al een beetje kennen. Al is dat ook niet altijd het geval. Want er zijn ook gewoon aardgasvrije wijken waar doordat er een aardgasvrije wijk is, partijen bij elkaar aan tafel zitten. Maar het is een soort van gezamenlijke dans waar je de hele tijd elkaar in de gaten houdt.
ja, een gezamenlijke dans of misschien zelfs wel een co-evolutie van de verandering die je wilt doormaken. Dus het sturen is denk ik inderdaad het verkeerde woord, zoals Priska ook terecht opmerkte. Maar je zou gezamenlijk richting moeten geven, richting moeten zoeken naar welke kant moet het dan opgaan met die verandering. En daarbij is denk ik de praktijk essentieel. Dus niet om het maatwerk mogelijk te maken, maar om ook echt mogelijk te maken welke kant je op wil gaan. Want in de praktijk, in de PEEL, weten ze wat de problemen van de PEEL zijn. En daar is het wat anders dan een abstract verhaal van stikstof hier, waterkwaliteit daar. En dan komt het allemaal samen. En wat ik ook denk is dat het daar juist wel weer leidt tot echte oplossingen. Omdat ze daar niet politiek eroverheen kunnen praten. Zoals op andere niveaus wel kan, waar je een papieren oplossing kan bedenken. En dan zeggen van, nou ja, dat is het dan. En vervolgens dan komen ze niet verder. Tegelijkertijd is alleen de regio is ook niet voldoende. Dus er zal ook een opschaling mogelijk moeten zijn richting Den Haag en Brussel en heen en weer. En misschien ook wel tussen de regio's. Dus je zou je moet een soort verbinding creëren om samen die co-evolutie van welke richting gaat het nou eigenlijk op en hoe gaan we dat dan doen. Want je zult er ook voor moeten veranderen. Want een transitie betekent per definitie ook veranderen van structuren en manieren van werken en misschien ook wel je vraagstelling. Dus gezamenlijk en vanuit de regio, maar met Den Haag. Ja. Mag ik daar ook nog even op reageren, Emiel? Ja, graag. Ja, ja, ja. Ja, graag. Ja, en dit sluit eigenlijk wel een beetje aan bij wat ik net zei. Waar je natuurlijk tot opschaling wil komen, wil je dus eigenlijk leren hoe op regionaal niveau, en dat kan je vanuit proeftuinen zoals wij het aanpakken zeker doen, hoe die netwerken functioneren, wie passen daarin en hoe wordt daar dus al gekeken naar een eventuele stap en het organiseren van een proces om die stap te maken, vormgegeven kan worden. Dus ik herken dit helemaal en ik onderschrijf het ook helemaal dat nog een stap is die we echt wel goed verder kunnen gaan uitdiepen. Ja. Ik zou zeggen, wie dansen er lekker met elkaar? Juist, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, ik ben blij met de beeldspraak. Ik bedoel, we hebben nu in ieder geval twee beeldspraken voorbij zien komen, denk ik. Eén met varen in de mist. Waarbij je toch enige richting wil houden, maar het is niet duidelijk. Ja, nou goed, je moet wel je de signalen zeg maar oppikken en op basis daarvan je richting bepalen. En we hebben dus de metafoor van de dans en de complexe schuifpuzzel. Misschien nog twee metaforen zelfs. Dus sturing geven verwerpen we misschien als woord. Is ook te top-down, merk ik. En het gaat dus om gezamenlijk richting bepalen. Ik ben toch benieuwd of daar toch niet een bepaalde structuur aangegeven moet worden. Of dat niet toch een bepaalde gestructureerde aanpak nodig heeft met bepaalde prioriteiten en een bepaalde fasering. Of dat we dat idee helemaal los moeten laten. Ik weet niet of, Karel, heb jij er nog een reactie op? Ja, ik denk dat het moet geen wals of tango worden, het moet een soort inline dance worden, denk ik. Je netjes op een rijtje staat en waar de aanvoerder zegt hoe je moet bewegen. Nou, dat niet helemaal, maar er zal zeker ook wel richting moeten worden gegeven. Ik denk dat dat toch wel heel belangrijk is om dat te doen. Dat doen we in de PEEL. We zijn al bezig om thema's aan te pakken, maar drie uit te kiezen die echt prioritair zijn. En daar vitale tafels voor te maken. We zijn ook bezig om werksporen verder uit te werken. Van hoe ga je om met financiering van de opgave waar we voor staan? Hoe ga je om met omgevingswaarden? Hoe ga je om met communicatie en betrokkenheid van partijen? Dus ja, dat geeft richting aan de dans, denk ik, die we moeten uitvoeren met z'n allen. Dus dan moet je ook zeker proberen
kaders aan te geven, ook vanuit de regio zelf en ook richting aan welke stap je neemt. Anders ga je ook met de dingen bezig die misschien niet prioritair genoeg zijn. Ja, om daarop aan te vullen. Ja, ik denk dat dat gesprek in de regio ook gewoon gevoerd moet worden op basis van richting die toch ergens vandaan moet komen. Dus vanuit die nationale doelen, vanuit dat klimaat, de stikstofuitdagingen. Omdat je anders over alles kan blijven praten. En er wordt toch ook, op die manier wordt er wel richting aangegeven. Maar tegelijkertijd wordt het gesprek daar wel echt gevoerd. Dus die dans, die heeft een soort van basisritme nodig. En dat moet misschien wel uit Den Haag komen. Maar het echte dansen, dat gebeurt op locatie. En ik denk dat dat die wisselwerking, want soms moet je het ritme ook veranderen omdat vanwege dat het niet werkt of dat het niet lukt, omdat er misschien een nieuw ritme bij, omdat we het complexificeren om meer oplossingsrichtingen te verzinnen. En op die manier kan je die dans blijven uitvoeren, om die metafoor maar helemaal uit te melken. Ja, en ik zou daar nog één klein ding aan toevoegen en dat is, kijk, je wilt op zich natuurlijk wel een bepaalde, ik weet niet of afrekenbaarheid het juiste woord is, maar je kunt zo'n lang en moeilijk traject ook opknippen in stukjes, dat je zegt van, dit jaar gaan we dit doen. Of deze maand zelfs. Ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk ook in de commerciële wereld, dat je met agile werken ook in kortere sprints, in kortere stapjes werkt. Nou ja, dat kun je abstraheren naar het beleidsvormingsproces en zeggen van, we gaan de komende 2 maanden dit doen of dat. Dan behoud je wel iets met doelen en afrekenbaarheid. Dus dat zou ik er nog aan toe willen voegen. Ja. Ik denk ook dat we bijna moeten afsluiten. Dus dat er nog een laatste opmerking van de sprekers kan komen. En dat we dan weer terug moeten gaan naar het plenaire. Ja, precies. We hebben nog 3 minuten voordat we terug moeten naar de plenaire sessie. Ik heb in ieder geval behoorlijk wat genoteerd. Ik denk in ieder geval dat sturing dat misschien verworpen hebben als term nu. En dat het een gezamenlijk richting bepalen is. De metafoor van de dans zal ik ongetwijfeld terugrapporteren. Mooi dat we dat zo uitgewerkt hebben, denk ik. En de toevoeging van Hiddouw is ook mooi. Dat basisritme in Den Haag. En de daadwerkelijke dans in de regio. En dat het dan een meer een inline dans is dan dan een dans met z'n tweeën, denk ik. Dat zijn voor mij wel de belangrijkste inzichten die ik zo meeneem, denk ik. Ik weet niet of jullie daar aanvulling aan hebben, dan kan dat in 1 of 2 minuten. Nou, misschien nog één aanvulling, wat natuurlijk nu bij aardgasvrije wijken gebeurt en in het vitale platteland. Volgens mij zitten daar ook wel veel parallellen in, dus het zou misschien ook goed zijn om daar nog eens naar te kijken. Wat kunnen we nou van elkaar leren om dingen goed aan te pakken? En er zijn volgens mij nog wel meer in de zorg, zijn ook vergelijkbare trajecten bezig. Dat is ook leren over de thema's heen, denk ik. Ja. Leren tussen de transitietrajecten, over de transitietrajecten heen. Ja. Oké. Okay. Ja, dank jullie wel voor al jullie bijdrage. Ook de bijdrage uit de chat. Ik denk dat het goed zou zijn om het nu af te sluiten. Dan hebben we nog 1 minuut voordat het plenair weer verder gaat. Dank jullie wel. Jij ook bedankt. Graag gedaan. Allemaal bedankt. Graag gedaan.